welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ik ben ondertussen live aan het gaan. En kijk, er is nog eens een ballon in de lucht. Ik zal het eventjes jullie laten zien. Daar hangt hem, Sam. En ik heb echt zo helemaal inzoomen, zodat je hem echt goed ziet. Daar hangt hem dan, de luchtballon. Super mooi, mensen. Ik vind het ook prachtig. En daar is de zon die aan het ondergaan is. En dat is echt prachtig. Ik werd vandaag dus superveel herkend. Dat gebeurt dan meer en meer eigenlijk. Dus dat is eigenlijk al leuk eigenlijk om herkend te worden op straat. Voor mij is het een nieuwe ervaring. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ja, wel een keer met superfans en zo ben ik ook wel een paar keer herkend geweest en zo, dat wel. Maar nu is het echt wel meer eigenlijk. Het impact van TikTok. Ja, merk je wel dat er heel veel mensen zoiets hebben van: ik ken u van TikTok, ik ken u van YouTube. Meestal is het van TikTok dat ze me herkennen en dat is eigenlijk wel heel super leuk. Ik heb nog niet een rare ervaring mee gehad. En ik vind het ook super leuk als mensen naar u toe komen. Mensen vragen van: hey, ben je van TikTok? Het is raar om met mensen te praten van TikTok. Dan denk ik altijd hoe het met mij is eigenlijk. Omdat ik dat ook heb meegemaakt natuurlijk. Ik heb ook heel veel mensen die ik op TikTok super leuk vind. Die kennen jullie allemaal wel, die ik leuk vind. Want ja, ze komen vaak op YouTube bij mij. En ik vind het eigenlijk wel heel leuk eigenlijk om te zien dat er mensen zijn die dan zo beginnen te flippen. Zo van: oh, ik ken die. En dan dat ze soms niet durven aanspreken of zo. Of weet ik wat allemaal wat er in hun hoofdje omgaat. Maar de meeste mensen die me tegenkomen, die spreken mij gewoon aan. Die komen naar me toe en die zeggen: hallo, ben je van TikTok? Je bent een Polestar, dit en dat. En dan zeg ik ja en dan gaan ze mee op de foto. Er is maar één regel: als Enzo erbij is, dan gaat Enzo niet mee op de foto. Dat is de regel. Die vast wordt gedaan altijd. Maar ik vind het wel leuk dat mensen mij altijd zo herkennen eigenlijk. En dan voelt dat zo speciaal aan eigenlijk. Dat voelt zo van: oké, ik ben goed bezig. Mensen vinden het leuk wat ik maak. Ze herkennen mij eigenlijk. De meeste mensen die ik tegenkom, geven ook altijd complimenten van: doe ze voort met TikTok. Want het is echt wel leuke content. Ik weet, ik doe heel veel rare dingen op TikTok. Maar ook gewoon omdat het werkt eigenlijk. Het werkt gewoon en ik ben iemand die graag uit de bocht gaat. Wanneer iedereen dezelfde regels gaat volgen en zo. Ik kan ook altijd nieuwe dingen ontdekken. Hoe gaan ze daarmee doen? Ik ben ook iemand die probeert eigenlijk ook om door deze periode mensen te doen lachen eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje mijn doel ook op YouTube, maar ook op TikTok, dat mensen een beetje lachen. Want ja, de periode, we krijgen wel wat versoepelingen eigenlijk met corona, maar heel veel mensen hebben toch eigenlijk heel veel, voelen zich eigenlijk veel vaak alleen. En veel mensen zitten ook op TikTok omdat ze zich alleen voelen. En dan is het wel leuk eigenlijk om de mensen daarover aan, allee, om mensen doen lachen eigenlijk. En dat kan dan over een liedje gaan, maar dat kan dan ook over bijvoorbeeld eens even zo wat kinds doen. Zoveel dingen eigenlijk allemaal. En dat is eigenlijk een beetje het concept wat ik eigenlijk een beetje doe eigenlijk op TikTok. Wat niet heel veel mensen weten, wat ik ook nooit heb gezegd op TikTok. Ik doe daar gewoon mijn ding. Binnenkort komt er ook nog een weddenschap aan. Heb ik gehoord met iemand. Ik heb nu ook mijn weddenschap. Ik heb ook nog een weddenschap gedaan. Morgen weet ik of het wier onder de peer zit. De peer, je weet wel, Niel Stadspaalder. Ik breng een peer mee bij M&M. En mensen moeten raden wie onder die peer zit, want hij gaat een nieuwe single opnemen. En ik denk dat het Klaasje van K3 is. Maar als ik het fout heb, dan moet ik mijn haar in een staartje doen. En dat ziet er dan zo uit, mensen. Dus dan moet ik dat een hele dag doen. Dus ik heb er wel materiaal voor eigenlijk om dat te doen. Dus ik ben eigenlijk wel eens benieuwd eigenlijk wie hier onder die peer zit. Ik denk dat ik het juist heb. Dus ik denk niet dat ik een staartje ga moeten doen met jullie. Weet je misschien wel wat meer en denken nu van: die gaat dat sowieso moeten doen om een staart te maken. Ik heb vandaag ook de video van Silken en Meetup iets vroeger online gezet. Omdat ik merk dat de 28e geen video had. En ik dacht van: ja, laten we die maar droppen dan meteen. Dat was eigenlijk een heel superleuke dag eigenlijk. Ook omdat je zag dat Enzo zich ook amuseerde met Petekind. Dat ook zo goed voelde eigenlijk. Hij voelde zich ook goed met Candy Pop gieten. Voelde zich ook goed. Dus hij is echt wel mee in het verhaal TikTok. Dat is een jongen die... dat zien jullie niet, maar hij maakt heel veel duo's. Duetjes met die mensen allemaal. Met Candy Pop, met Silke, Meetup. Af en toe ook met Elga, soms af en toe ook bij mij. Dat hangt er van af wat hij op dat moment leuk vindt.
Dus en ik vind dat wel leuk eigenlijk om te zien. Ik heb ook nog een kaartje geschreven trouwens voor iemand op TikTok. Voor Heidi, iedereen kent denk ik wel Heidi. Dat is een vrouw die kanker heeft en die niet meer kan genezen. En ik heb die een kaartje gestuurd om toch een beetje onder de steunen, maar ook mijn haar. Ik kan straks ook nog een weddenschap op internet zetten. En ja, dan ga ik al zien hoeveel likes dat heeft. Maar ik ga eerst ervoor zorgen dat ik de ene weddenschap morgen, hopelijk moet ik niet een staartje doen, dat hoop ik alleszins, maar dat kun je natuurlijk niet voorspellen. Maar ik kan het andere mensen allemaal meegeven. Als je mij ooit op straat ziet, spreek me aan. Je mag altijd op de foto gaan, ik zet met veel plezier een handtekening, ik heb daar geen problemen mee eigenlijk allemaal. Lang dat we dat op coronaproef kunnen doen met een mondkapje, is dat allemaal geen enkel probleem. Dus als je mij ziet, spreek me aan en ik ga op de foto. Ik doe het een beetje zoals ik het zelf ook zou willen. Maar weet je wel, als Enzo erbij is, dat Enzo dan eventjes in zijn kinderwagen gaat of zo. Of in zijn fietskar. Of dat hij met zijn gezicht naar mij doet, omdat ik niet wil dat Enzo overal wordt geplaatst eigenlijk. Maar voor de rest heb ik niet echt regels. Want ik zeg het, ik vind het super leuk om herkend te worden. Ik heb het zondag ook meegemaakt in het park. Dat heb je ook in het filmpje kunnen zien. Dat er heel veel mensen mij aanspraken. En dat vond ik ook wel heel leuk eigenlijk. Dat gezegd dat er mensen waren die mij aanspraken. Die ook heel veel respect toonden over, tegenover Enzo. Enzo keek ook al een duur van, wat gebeurt hier allemaal? Ik ben daar zeker 6 keer aangesproken geweest eigenlijk. En dat voelt nog altijd zeer goed eigenlijk. En dat is echt leuk om te weten dat je wordt aangesproken eigenlijk. Een soort herkenning eigenlijk ook wel. En ik weet het ook meer en meer. Ik merk ook als ik in mensen live kom dat ze van, oh, Bolstar is daar, Bolstar is daar. En dan denk ik, maar ik ben gewoon maar een persoon, mensen, geen probleem. En ja, dat vind ik ook wel heel leuk om te zien hoe dat mensen daarin op reageren eigenlijk en hoe mensen daar eigenlijk in opgaan dat ze mij zien eigenlijk. En dat vind ik echt wel super leuk. Dus spreek mij gerust aan, dat is geen enkel probleem. Dus vond je dit een leuke video, zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.